Deze game, kan ik je vertellen, is awesome. Ik kom net terug van een weekend lang bij deze. En ik ga het al meteen weer opnemen. Op bij deze had ik super vaak de vraag gekregen. Meer Spider-Man, meer Spider-Man. Hier komt het. Meer Spider-Man ga ik morgen dan uitrol editen. Ga ik er dan ook weer nog eentje opnemen. Want ik vind dit echt te leuk. Vandaag gaan we deze suit testen. Even kijken hoe die heet. Hij heet de Velocity Outfit. En die krijg je als je de game pre-ordert. We hebben outfit kracht. Welke zullen we doen? Wat? IJzeren armen. Nou, ik hou gewoon deze. Je hebt ook outfit modificaties, heb ik inderdaad gezien. Gadget aanvallen leveren focus op. Ja, die wil ik wel. Die wil ik wel, hoor. Trouwens, off-cam heb ik best wel wat rugzakken gehaald. En best wel wat van die torens geactiveerd. Deze wil ik. Oké, dat doen we ook wel. Deze. Dan hebben we 3 modifications. Voor nu, alles record. Let's go. Met de Velocity suit gaan we naar een nieuwe missie. Kijk, ik heb dit helemaal gedaan. Ik heb een paar rucksacks opgehaald. Ik heb dit helemaal gedaan. Want ik wou gewoon webslingen. Oh, het is 2 dagen geleden. Yo, hey, heerlijk. Ik heb ook best wel geoefend, hoor. Ja, best wel heel erg, hoor. Oeh. Oh, serieus? Zit er net zo'n trap. Hoezo? New York. Why you do this to me? Woehoe. Nou, heerlijk. Ik weet niet wat onze missie is eigenlijk. Waar staat dat? Nergens. Oké, maakt niet uit. Woehoe. Oh yeah, even zippen hoor. Zo, even hier zippen. Zo, ik ben gewend. Eventjes nog 1 keer zippen. Even, ja, weer een beetje wennen. Oké, ja, ik ben gewend. Zo snel al. Let's go, ik heb er zin in. Oké, nog 2000 meter kunnen webslingen. En misschien nog wel meer. Hopelijk gaat het niet te moeilijk worden, want ik ben best wel slecht. Oh, rip. Ik zei toch dat ik beter ben geworden? Ik zei het toch? Nice. Bang. Oh, heerlijk dit. Zo. Heerlijk dit. Oh yeah. Trucjes. Lekker in een balletje gaan. Oh ja, heb ik die nou in een video gekocht? Dat weet ik niet. Maar je kan dus trucjes doen. Oké, we zijn er bijna. Zo, in de muur webslingen. En plop. En nice. In een balletje. Hey, voetbal. American voetbal. Nice. We are here. Oké, wat is überhaupt de missie? Oké, we gaan ergens naar binnen sneaken. Creepiness. Uh-oh. I am losing patience. Where gek maskertje, hoor. Is the file? The file. There's someone else here. They must have taken it. Those masks. Who are these guys? Those masks. There's no one masks here but us. We will find the file. Spider-Man. Or you will die. Je heet ook gewoon Demon. They'll kill her if I alert them. Need to pick them off silently. Yuri, the silent alarm was legit. Masked gunmen and a single hostage. Looks like a heist in progress. Copy that. Sending units your way. Keep the situation from getting worse in the meantime. Can do. Hoe ga ik dit doen? Oh, een vent. Dat is de enige hier. Nee. Gotta do this quietly. Don't want to alert the others. Detainer! Oh. Ja, schaar. Cozy whipped up like that. Okay, yes. Got him.
Het is dan nog een beetje tutorial van stealth. Should web him from above. Lekker voor je. Nice, let's go. Whoa, careful. You stay quiet now. You stay quiet now. Someone's coming. They'll see me down here. My patience wears thin. Daar is ze. Oké, sorry dat ik zo stil ben, maar ja. If they're here, stealth mission is best wel creepy. Ja, dat doe ik toch? Ja, dat deed ik net. Alsof die dat niet merkt. Oh. Hey, what is that? I get you. Oh, fototoestel. Sorry, ja, dit is nog eventjes gewoon nog introductie met stel. Don't move. Buddy, if I had a nickel for every don't move. Hey, Pete. MJ, what are you doing here? Same as you. Het is wel vet dat je suits en cutscenes zitten. I was. Het ziet er een beetje gek uit. I think this is yours. Yeah, thanks. So, Robbie's got you covering a break-in for the Bugle? Well, Robbie doesn't technically know I'm here. And it wasn't a break-in until a few minutes ago. Huh? Let me explain. Okay. Oh, Back to the Future. Hoe ze zeggen, Back to the Future. Het is helemaal niet naar de future. Help maar. Sorry. Ja, ik ben uitgeput. Hi, Mary Jane Watson. I am covering the Fisk estate sale. Hello. Craig said we'd do this tomorrow. I like to get a jump on things. Well, I don't. You'll have to come back tomorrow. Right. Okay. I'm sorry. Hey, Craig? No, sorry. It looks like we're gonna have to run something else on the cover. I don't know. Maybe the expressionist piece? You know what? I think I can make today work. Are you sure? You're here. No moment like the present. Thank you. Craig? Never mind. We're good. Let's get started. Nee. Around and familiarize yourself with the items. I'll be waiting by the Baku statue when you. Ik zie geen spinman in mijn beeld. I get why Peter does it, but I never totally loved the heroes hiding behind masks thing. Feels like part of being a hero is. We spelen nu gewoon geen Spider-Man. Ik dacht dat dit een Spider-Man game was. En je kan rennen. Is een dikke katana. Het is alleen maar kijken, oké. It's a Mifune? Correct. Come on. Lekkere foto. Did you know him well before his arrest? In a professional context. I handled many of his sales. Let's move on, please. Waar zit dan je camera? Ik zie je camera niet. Hallo, ik ben vandaag in het vloggen met, in een museum samen met. Now this exquisite piece exemplifies the traditional. Oh, ja. Sorry, ze wil dit laten zien. He loved the duality. Zo, hele camera vol, hele kaart vol. Toils in silence. Was there ever anything irregular in any of the sales you handled for him? No. No, of course not. Kijk die foto. Not that I was aware of. Oh, serieus? Dat doe ik weer, Rijn Games. Notice the intricate gold. Zo heel snel, hoi. It's just a friend in the DA's office mentioned that Fisk used art sales to launder stolen goods. I'm sure I will. Al, we hebben nog maar 70%. Ben die hele kaart aan het volmaken. He's arrested. If you had ever noticed anything strange. You know what? I'm actually running short of time. Dikke timeless. Grab the cover photo while we can.
When I told my DA friend I was doing a piece on you, he mentioned your name was familiar. Just the photo, please. Stand right there. Are you sure there's nothing you'd like to say, maybe off the record, regarding Fisk's activities? I don't think your readers would have any interest in... Damn it. Wait here, please. Is dit letterlijk wat ze kwartier hiervoor heeft gedaan? Gewoon dit. Gotta get a photo. That shouldn't be here. Hello? Craig? Hoezo dan? Craig, I'll call you back. My dear, I think it's time for you to go. Oh, could I use the restroom real quick? Fine. Follow me. Thank you. This is a really lovely space. It is. And this will be the last time you see it. The ladies is around the corner. Be quick. Of course. Be right back. Okay, yeah. Be right back. Run. Da-na-na-na-na. Yo. Ladies. Hello, Craig. Funny you should call. Because the reporter you sent is clearly not working the puff piece we agreed upon. No, she's here now. I've got to get into that back room. If that statue is what I think it is, this just turned into a huge story. What do you mean he had to reschedule? Okay, got him. Quiet. If she's not your reporter, who is she, Craig? Who is in my auction house? Oh my god. No, I do not trust you to fix this. Well, the first thing I'm going to do is have Miss Investigative Journalist arrested. Yeah. And the second thing I'm going to do is collect your head, Craig. Dang, she's pissed. It is most definitely a threat. Draai niet naar mij toe. Uh-huh. I don't believe you. Tuurlijk hoor je dat niet. He told me about this. Fisk used it to hide evidence. Why didn't the cops take it? I know this statue opens. But how? Opens? He's holding something. Een speer. Oh, hij heeft een speer nodig. Hier. Hier is die. Hoezo kan ik die speer niet oppakken? Something's in one of his hands. What is that? Ja, dat is dat ding wat links van je ligt, eihoofd. Statue can move. Most common pose is latent power. Mouth closed, left arm down, right palm facing forward. Onderzoek het zonder. Maybe these pieces move. Mouth closed, left arm down, right palm facing forward. Nice. So close. But a piece is missing. Ja, I've dit. Seen these before. Ik zei je toch, ik ben toch pro. That's not right. Jawel, toch? Oh, ik kan deze items ook pakken. Zeg dat dan meteen, joh. Ik hoor meer thuis in het webslingen. Norman Osborn. What is this? Devil's brain. Ik wil webslingen. We zijn al 20 minuten bezig. Excuse me, sir. You can't be... Not good. Take a photo. Where's the statue? In there. Yeah. Of course. I was on my way to the exit when I saw you. You're lucky to be alive. Says the guy I saved 5 minutes ago. Listen, whoever these masked guys are, they're after this file. But I'll never get it out of here while the place is swarming with them. Right. Okay, you hide back there. I take out the bad guys. You make a break when it's clear. Sounds like a plan. Easy. Good to see you, Pete. Yeah, you too. Not exactly how I pictured us meeting again, though. Honey. Did she change her perfume? Focus, Pete, focus.
Okay. Should clear these guys out before I push forward. Okay, do you have a... Yes, stealth! Spidey, daar hou ik van. Okay, Pete, I'm hidden near the front. Give the word and I'll make a break for it. Will do. How about that gotcha. File? What's in it that these guys want so bad? Not sure dat er staat zo van veilig. Fisk was hired to build a secret research lab for it. Not clear what Devil's Breath is, but it seemed to scare Fisk. He compares it to Pandora's box. We need to get you and that file out of here. Hang tight. Oh yes, hij wordt niet gelokt. There we go. Die is? Gotcha, man! We're just with this party. Okay, room is clear. Room is clear, inderdaad. Gotta stay silent. Yes. It was the reporter. She must have taken it. Please. Easy. Naast elkaar kunnen jullie nog knuffelen in de dood. Gotcha, man. Zo. That's all of them. No, let me go. MJ. MJ. Flipping new. No. Hide! Not cool with the hostage taking, guys. You're a pick. Whoa, what is up with that glowy stuff on your hand? Glowy? You guys, oh yeah, it is glowy. Never fought a ghost before. I mean, I've fought specters, Jesus. But, you know, technically specters aren't ghosts. All ghosts are specters, but not all specters are ghosts. You know what I mean? And this one is for you. And this one is for you. Thing, not a ghost thing. All good. Fight a ghost stays on the old bucket list. Here, Spidey drone inbound. Lekker voor je. Haha, easy. Okay, yes. Nu ben ik wakker, sorry. Hey, jammer maat. Nee, jou wil ik toch ook niet aanvallen. Jou wil ik niet aanvallen. Oh, het zijn er twee. Zo. Nee, die wil ik niet. Serieus, maat. Deze. Wat? Wie heeft me geraakt? Drone, help me. Okay. Ding vol. Lekker voor je. Die's dead. Daily cardio? Check. Serieus, ik wist niet dat ik hem kon one-shotten. Ga ik dan serieus drie keer dood door dat? Huh.
Oké, ik moet veel meer gaan trainen. Who could help track down where this came from. A job for later. Sorry, ik ben altijd echt slecht. Ik weet niet waarom. I just talked to Craig. You are not the reporter he was sending. You don't even work for Heritage Arts. Never said I did. Hi, Mary Jane Watson, Daily Bugle. You will not write a word of what you saw. For the record, what do you know about the file those masked men stole? What about the long history of stolen goods Fisk has laundered at this auction house? Kijkers, dit moet wel echt een hele lange aflevering worden, want aan het begin was het een beetje saai. Sorry daarvoor, ik was ook een beetje stil omdat er ook een nieuwe stealth ding was, dus daarom. Sorry, gaat het wel. Mix. Like the last 6 months never happened. Spider-Man Websling is veel leuker. Deze game, kan ik je vertellen, is awesome. Echt leuk. Deze aflevering was meer story. Michael Webslinger. Since when did Mix become Italian? No idea, but I'm still glad he makes these fries. Totally. Best in the city. So, how's the grind at the Bugle? Well, I just got an all caps text from Robbie about my so-called antics tonight. So it looks like I'll be meeting with a legal team. Again. As soon as he reads the article you're gonna write, guaranteed promotion. So, creepy mask guys. Just another night in the city. What's your take? I feel like there's a bigger story there. Let's not make this all about business. How's it going with you? Did you get that promotion? No, but we're on the cusp of something really big. You know Oscorp would hire you in a heartbeat, right? One phone call to Harry. Sure, but Dr. Octavius's work will help millions. I'm right where I want to be, right where I should be. Almost sounds like it's more important than your other job. I've never heard you talk like that before. A lot can change in 6 months. Why did you ask me here, Pete? You know, just dinner between friends. Friends? Is that what we are? Maybe we could be, you know, if that's what you wanted. There's a lot of baggage here. Yeah, sure, but is that so bad? I mean, baggage can carry good things too, like money and keys, and raspberry lip balm. Do you remember why we broke up? This is a trick question, isn't it? Saved by the siren. Talk to you later. Go. Lucky bastard. Love seeing you two together again. You always were my favorites. Bemoei je nou niet mee. Yes, oh, je moet er achter de sirene staan. Nu een beetje actie. Actie. Yeah, boy. Zo, we zijn even uit de mysterieuze stille business zijn we hier geweest. Oké, we hebben punties. Even kijken. Shocker. Didn't he just get paroled? Yeah, well, guess it didn't take. Ja, ik gebruik dat gooien eigenlijk nooit. Hoezo heb ik dat trouwens niet gebruikt? Ik ben echt dom. Oké, nou, maakt niet uit. Mag ik ook wel even gadgets kijken? Want kan ik die... Ja, deze. Die wil ik wel meer, hoor. Die kan ik niet. Die kan ik wel. Rot trofee, ga weg. Die ook. Ik wil die webshooter zeg dik uppen. Oké, misdaad tokens hebben we nodig. Waar moeten we heen? Dat kan niet. And now I'm gonna go beat up a maniac who uses shockwaves to rob people. What a perfectly normal life you have, Peter Parker. Nee, joh. Oké, je moet het jezelf ook weer niet te erg maken, Peter. Jeetje, jongen. Bam, son. Kijk, dit is toch gewoon lekker. Zo, nu zit ik erin. Pas heel laat. Weet, dat zeg ik echt een miljoen keer. Yeah, boy. Over de gebouwen. Free runner. Ja, zeg dat wel. Peter, I just want to make sure you haven't left any equipment you built for your friend around the lab.
It's no bother to me, but if the grant committee stops by again... Don't worry, Doc. I make a point not to leave anything there. But I know my friend appreciates you looking out for him. There's a lot of people who don't like him very much. Ja, gaas. Je was bijna een masker, hè, maar nu speel je gewoon lekker mee. You said a mouthful, Doc. Take care. Stiekem is hij gewoon Spider-Man en dat weet Otto niet. Sorry, Otto. Maar dit is beter voor ons allemaal. Beter voor ons allemaal. Nice. Oké, we zijn er bijna. Hopelijk is dit eventjes een actieve missie. Want nu hebben we story gehad. En nu wil ik eventjes een vette missie hebben. Of een actiemissie. Nou, wat was het ook wel een soort van? Het was meer introductie. Wat was dat? Dat is een beetje weird. Ik hoor een schurk. Laten we die even verslaan. Kijk, hier zijn schurken. Drug trade's gotten more aggressive post-Fisk. Gotta stop that out. There he is, mate. Gotta be honest. Not a fan of Big Pharma. Bang, bang, bang. Oh, yes. Actie. Dit selecteren is zo kak. Echt serieus, jongen. Dit werkt er voor geen ene drol. Jeetje. Nee, dat werkte voor geen ene drol dat selecteren. Daardoor ging ik bijna dood. Nou, ik schaam me diep. Hey, snel weg. En dat is wel weer een voordeel van Spider-Man. Je kan snel weer weggaan. I'm going. All units advised, a vehicle pursuit is in progress. Please proceed to Bowery. Een vehicle pursuit. Daar heb ik nu even geen zin in. Sorry. Ja, je bent misschien wel een superhero, maar dat betekent niet dat ik iedereen hoef te redden. Oh, dit is dus waar de politie heen ging. Shocker, nee. Hi, Herman. Seriously? Hij is geüpgrade. Oké, moet dit zo aandachtig, Shocker? That's what you said last time. I don't want to hurt you. You'll just slow me down. Wow, that's considerate. Oké, weird. Moet ik hem gewoon achtervolgen? Mijn neem aan me aanvallen. What's the money for, Herman? Why do you care? Actually, I don't. Herman? Got him! Oké, so way. Dit snapte ik even niet. Oh. Honestly, Herman, why are you robbing again? You know hoe kan je hem 80 meter afstand verstaan? I mean, we all know you're kind of dumb, but I didn't think you were this dumb. Ja, ik ben een beetje stil om het verhaal te luisteren. Gast, doe nou niet zo woede aanval. Bas, je hoeft het echt niet zo spastisch te doen, hoor. Oké, Peter, je moet upgraden. Hij kan gewoon door je web heen. Oh nee, never mind. You know what, Herman? You have like zero personality. But your suit is awesome. Can we talk design details? Zo meer web als ik jou was. Misschien later. Nou, easiest boss battle ever. Nee, gaat dit zo good makkelijk. Work, Spider-Man. Did you learn anything about his motive? Nee. I tried, but he's not very talkative. Plus, I think he hates me. You have that effect on a lot of people. But you love me, right, Yuri? I tolerate you. Wow, that might be the nicest thing you've ever said to me. Peter, niet zo fixen. Niet zo fixen. Was onze volgende missie, want ik wilde graag nog wel even eentje doen. Looks like I got some free time. Maybe now's a good time to look into that mask. Yes, oh, free MJ. Time! That means web-slinger, hey, hoop. You're up late. We hebben just catching up on the... een vaardigheidspunt. Nee, deze. Die wil ik. Gadgets. Nog 2 misdaadtokens, dus we moeten nog 2 misdaden. En 1 misdaadtoken voor een upgrade voor onze Spidey-drum. Hier in de buurt zit wel een rugzak. Anyway, laten we die even snel halen. What do I owe you? How about a favor? You still have that mask from the gallery? Yeah,
I'm actually on my way to the peace center to ask Martin Lee about it. Oh, Spider-Man plushie, lekker bezig. He has a degree in art history. Deze kunnen we niet, toch? If anyone knows about the origins of that mask, he will. Okay, maakt niet uit. Dikke plushie, dude. Like I said, I think there's a bigger story here. And I plan to be the one to break it. Sure. So I can call you, like, whenever? Yeah, whenever, whatever. So I guess we're talking again. Cool. Inderdaad, cool Peter. Peter Parker. Peter Parker in the building. Okay, het masker. Almost morning. Mr. Lee will be here soon. Okay, hoef je niet om te kleden? Ah, dat doe je natuurlijk even tussen de cut zien, want dat mogen wij niet zien. Mr. Lee is usually in his office now. Okay. Dit keer hebben we niet heel veel Spider-Man actie. Maar ja, het gaat ook om de story. Daarboven. Sorry, ja, ik ken de layout nog niet zo goed. Oh, hier. Oké, we gaan even lekker naar boven. Rennen gewoon. Mwah. Daar hou ik van. Mr. Lee. Peter. What can I do for you? I'm sorry to bother you, Mr. Lee. I have a friend, Mary Jane. She's a reporter. She's doing a story on art imports, and she found this piece. Well, she wanted an expert opinion on it, and I know you have a degree. And this might be the first time I actually get to use it. Let's see what you have. Interesting. Where did she find it? I'm really not sure. Why, what is it? Replica of an antique Chinese opera mask. Oh, yeah. Weet Mr. Lee dat hij Spider-Man is? Weet ik eigenlijk niet. This symbol here roughly translates to demon. Demon? My father read me ghost stories with that mask and symbol in it when I was young. Scared the hell out of me. Peter, listen. That mask, it could be connected to dangerous people. Mary Jane might want to find a different story. Do you think she's in trouble? Why take the risk? Okidoks. Kunnen we nu gauw whoever die webslings? Hey. The symbol inside the mask means demon. It really spooked Mr. Lee. Never seen him like that. He even said you should drop the story. Fat chance. Do you think Mr. Lee knows more than he's letting on? No, I think he just had a weird flashback or something. I know his childhood was pretty traumatic. Yeah, that makes sense. Demons, huh? Catchy name. Okay, gotta get writing. See you soon. Well, hey, met even rennen. About as well as I could have hoped. Nee. Kunnen we nog even 5 minuten webslingen, denk ik. De missie, dat zit er denk ik niet in. En dat we gewoon eventjes lekkere torentjes gaan activeren, gewoon dit. Got some time to kill before Doc needs me at the lab. Let's do a little Spidey workout in the city. Verken de stad. Nou, dat is precies wat we moeten doen. Dat betekent webslingery slingslings. Woehoe. Time to kill. Nou, hiermee kan je echt tijd doden. Is het ook nog eens leuk. Yeah, boy. Oeh. Nice. We moeten daarop. Yeah! Koppelen met zijn mask. Oh, dit vind ik echt leuk om te doen. Ik weet niet waarom. Oké, we hebben een nieuwe toren. Een Oscorp. Oh, we hebben een gevaar. We hebben een gevaar. Let's go! Yes! Dit is even leuk. Yo, maat! Hoezo ben ik nou zo bagger slecht? Hoezo? Let's go! I was actually touched by how concerned. I knew he liked you. He admires how dedicated you are to helping others. Oh! Je kan ze er van gewoon vanaf mappen. Doe van het gebouw af. Ik ga hem even met hem mee. Wat? Hij gaat opeens vast aan een gebouw. Hallo? It's Dr. Octavius. Dit is wel nice hoor, nice Easter egg. Lekker maat, laat de man. Hey, jullie rekken me wel een beetje, maar ja. Maar ja, ik kan hielen en jullie niet. How did I lose track of time?
Serieus? Moet je nu al naar je werk? Nou, dat doen we dan even lekker in de volgende video. Maar ik ga nog even deze dingetje doen. Nice. Ga ik alvast naar deze studio's dicht bij je werk. Nearby officers, please proceed to the West Village. Woehoe! Nice. En natuurlijk, police building. Synchronize. Koppelen met Zenmast. Ah, ik wil even dat hij nog even kan vechten. Nee. Nee. Oh, jawel. Yes, ik kan vechten. Hey, an old-fashioned B&E. Gotta love the classics. En die? You ever hear a knocking? Bang. Nee, ze gaan vluchten. Ga dood. Hier, go, go, go. Pak hem. Get him, boys. Dit is geweldig, serieus. Oh, je hebt de crowbar. Zeg dat dan meteen, maar er zit een boom in de weg, joh. Great news. Helaas. You'll see all your friends again in jail. Woehoe, bang. Kijk uit, publiek. That's right, it's me. That's right, it's me. Dit deed ik letterlijk gewoon in de avond 2 uur. Terwijl er gewoon aan het renderen was 2 video's. Gewoon dit deed ik. Dat is toch geweldig. Dit is niet normaal, jongen. Holy flipping. Damn, son. Nee. Oh, het werkt even niet deze video. Wel een beetje jammer. 1034, here we are. Kijkers, laat een like achter. Als jullie het super hebben gevonden, dit was wat meer story. Nee. Er zijn schurken, schurken. The cowards assault a helpless person like that. Try hitting me. Spoiler, I hit back. Spoiler, I hit back. Veel meer dodge moet ik, dat is hem. En dit is je graf. Bam. Kijkers, laat een like achter. Als jullie het wel eens vonden. En zie ik jullie bij de volgende.